is de naam Euroshopper ontstaan? Nou, Euroshopper is 21 jaar geleden begonnen met het biermerk wat we toen schonken. Vandaar de Euroshopper naam. En waarom wordt het op dit terrein gehouden? Nou ja, er is geen mooier terrein te vinden dan dit. Dit is toch ook op scouting? Ja, klopt. Maar de scouting is zelf ook aanwezig. Wel de ouderen, om mee te helpen. En Bart, hoeveel mensen komen er eigenlijk naar Euroshopper? Nou ja, we zijn vandaag uitverkocht. Dus we hebben vandaag 2500 bezoekers. En dat is ja, wel uitzonderlijk, want meestal zitten we ook wel enigszins in die richting. Maar ja, vandaag hebben we dus gewoon een vol terrein met 2500 bezoekers. Inclusief de vrijwilligers en de bandleden. Dus ja, het is volle wak vandaag. Hoeveel bands zijn er dan? Er zijn in totaal 29 bands, verdeeld over twee podia. En dan nog 8 DJ's die in de disco area draaien. En dan hebben we nog een klein areatje met speciaal biertjes waar Guus Hurkmans met zijn vinylbus staat. Dus ja, in totaal 29 bands, 8 DJ's en een kleine DJ. Kleine DJ, ja. En hoe komen de mensen aan de tickets? Nou, dat is eigenlijk een heel mooi concept. De bands mogen ze naar inschrijven, worden op een gegeven moment ingelood. En de bands krijgen dan een bepaald aantal tickets die ze uit kunnen delen aan hun achterban. Dus eigenlijk staan van iedere band staan er zeker fans voor aan het podium. Daarnaast de organisatie heeft natuurlijk wat tickets. En verder gaat het dus alleen maar onder de bands eigenlijk. Hoeveel podiums zijn er dan? Er zijn 3 podiums. Twee met rockmuziek bandjes, 1 DJ-podium en we hebben nog een vinylbus staan. En hoe lang mag de band op het podium spelen? De bands op de mainstages krijgen 20 minuten de tijd om te spelen, om hun muziek ten gehoor te brengen. En daarbij krijgen ze 1 opdracht eigenlijk nog mee en dat is het spelen van een nummer van een overleden artiest. Dat is eigenlijk ja, in de jaren zo gegroeid dat er een poll komt voor welke cover zij moeten doen. Dit jaar is Fleetwood Mac de artiest die de bands moeten coveren. En de band die dat het beste doet, die krijgt een plaatsje op het Nirvana Tuinfeest. Maar veel belangrijker, die krijgt onze enige echte Rinus Hurkmans wisseltrofee. En hoe zit het dan met de veiligheid op Euroshopper? Nou, we hebben zoals gewoonlijk wat ieder festival nodig heeft, EHBO en professionele security. Daarnaast nog een hoop vrijwilligers als security. En het voordeel is, het is ons kent ons op festival, dus mensen letten op elkaar. En dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste. Nou, het klinkt eigenlijk allemaal wel heel leuk, toch? Ja, zeker. Het is ook kei leuk. Welke activiteiten zijn er nog meer naast alle optredens? Naast alle optredens wonen dan de rockbands en de DJ's. Hebben we nog een vinylbus staan, mooie LP-plaatjes. En daarnaast nog een speciaal bierbar voor degenen die net even een ander biertje willen drinken. Met een niet zo'n hoog percentage, want het festivalterrein hoort dat niet. En je ziet de laatste tijd erg veel in het nieuws over het milieu. Hoe doen jullie het met de duurzaamheid? Dat is een hele goede vraag. Wij zijn denk ik, als je kijkt naar ons concept, wij hebben natuurlijk flesjes bier en we hebben sinds een aantal jaar ook hard plastic bekers die we spoelen bij de barren. Dus er is niks aan wegwerp afval wat we uitgeven. Daarnaast hebben we een systeem met zogenoemde jetonnetjes. 2 muntjes krijgen ze de bezoekers bij binnenkomst. En dat muntje kunnen ze inleveren bij de bar voor ofwel een beker frisdrank of wijn of een glaasje bier. En als ze dat flesje of die beker terug komen brengen, krijgen ze daarvoor ofwel het muntje terug ofwel een nieuw drankje. En zo zie je dat er geen afval is op het terrein. En ja, wat je ziet, glaswerk is natuurlijk nog steeds een heel erg duurzame manier van produceren. Dat is voor ons natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Maar hoe weten jullie dan zeker dat alle mensen alles terug komen brengen voor te recyclen? Vanwege de munten zorgen wij dat mensen eigenlijk gedwongen worden om het flesje in te leveren, een nieuw flesje. Anders dan is het muntje weg, is het geen pilsje. Ja, dat klinkt eigenlijk ook wel logisch. Heren, heel erg bedankt voor het interview en nog succes met jullie Euroshoppers eigenlijk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hey feestdeuzen, zijn jullie er altijd hier op Euroshopper? Ja, meestal wel. Meestal. Maar ja, we zijn een paar weken niet geweest. Een paar jaar niet meer geweest, via de corona. Maar heeft u het wel naar je zin? Ja, kei, maar corona, vorig jaar was geen corona, hè? Vorig jaar was gewoon. Ben je vorig jaar niet geweest? Nee. Ja,
Ja, nou, maar dat is geen excuus dan, het is corona geweest. Vorig jaar had je gewoon kunnen zijn. Ja, dat klopt. Ja, sorry. Sorry. Maar u bent vorig jaar niet geweest, maar nu weer wel. Ja, nu wel. Maar bent u er al lang of bent u pas net gekomen? Dat weet ik zelf niet meer. Sorry. Weet u het wel nog? Wat was de vraag? Bent u er al lang of bent u pas net gekomen? Nee, wij zijn eigenlijk vanaf het begin, want vrienden van ons, Baksteen, die openden in de tent. Dus daarvoor kwamen wij natuurlijk. Wij zijn grote supporters van Baksteen. Maar ze hadden echt maar een kwartiertje, dus we hebben een kwartiertje flink genoten van ze. Maar wij waren dus al om 1 uur. Maar wel naar uw zin gehad? Ja, maar je mag wel je zeggen hoor. Oké. Okay. Ja. Nee, zeker naar de zin. Ja. Nou, dat is ook naar de zin. Ja hoor. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Jij ook. Oké, okay, ik zal je filmen. Hebben jullie het naar jullie zin? We hebben een super naar ons zin. En zijn jullie voor een specifieke band gekomen of gewoon voor alles? Wij komen voor alle bands, maar als ik een persoonlijke voorkeur, Aggateter. En wat vindt u zo leuk aan Aggateter? Die spelen goede, harde muziek met veel gitaren. En bent u er al lang of bent u pas net gekomen op het feest? Nee, we zijn hier al een hele tijd. En was u er vorig jaar ook al, de voorgaande jaren ook? Nee, ik ben nog helemaal groen. Dit was het eerste jaar dat wij op je Euroshopper zijn. En waarom besloot u dan hierheen te gaan? Ja. Voor de gezelligheid, het is mooi weer, lekker bier. Maar heeft u het ook naar uw zin? Ja, ik heb het super naar mijn zin. Lekker biertje erbij. Goed hè Monique, ik denk ze al even sponsoren. Ja, dat doen wij gewoon. Nee, we hebben het super naar ons zin. Daar een beetje dansen, daar een beetje grunten. Ja, precies een goede mix. Nou, nog veel plezier dan vandaag. Dankjewel, jij ook. Is het eten hier lekker? Is het eten hier lekker? Geweldig. En wat bent u aan het eten dan? Ja, ik heb nachoschotel besteld. Nou, het ziet er wel lekker uit. Heeft u het ook een beetje naar uw zin vandaag? Ja, prima, prima. Alles prima geregeld. En waarom heeft u gekozen om naar Euroshopper te komen? Omdat ik hier moest optreden. Heeft u opgetreden? Ja. Wat heeft u dan opgetreden? Ik heb 2 uur opgetreden met mijn band. En hoe heet uw band? Princess Patchwork Band. En vond u het ook leuk om op te treden? Tuurlijk vind ik dat leuk. Iedere artiest vindt het leuk om op te treden. Nou, nog veel plezier dan vandaag. Ja, dankjewel. Dankjewel. Gaat het hier ruik aan toe? Altijd goed gaat. Heeft u de ballon gewonnen op de kermis? Wat zeg je? Waar heeft u de ballon vandaan? Deze. Ja, van iemand die hier rondliep. Ik heb geen idee. Maar wil jij hem? Nee, dank u. U mag hem houden. Hij is wel heel leuk, toch? Kom, laat ik hem. Maar heeft u het wel naar uw zin? Absoluut. En waarvoor was u naar Euroshoppers gekomen? Met mijn vriendje. Johnny, kom maar even bij, Johnny. Heeft u het ook naar uw zin? Ik heb het heel naar mijn zin. Prima. Ik heb hier een bejaarde man meegenomen. Hij is er bijna niet meer, dus ik denk in een paar jaar dat je het, kom maar lekker mee. Ja, we gaan genieten. Nou, nog veel plezier dan. Dankjewel. Jullie hebben het draaien wel gevonden, hè? Ja, ik vind het hier heel leuk. Al 2 jaar, ik wist het eerder niet. Bent u vorig jaar ook al geweest dan? Ja, ik vind het nog steeds helemaal leuk. Is het ook bijna hetzelfde als vorig jaar of is het anders? Nog leuker, omdat ik de eerste keer moest wennen en nu is het nog leuker. En vindt u dat ook? Ja. Ja. Hé, hey. Ik heb je gehoord. Het is goed georganiseerd hier. Heel leuk. Het is goed georganiseerd, hè? De bieren, noem het allemaal op. Maar ook het eten, hè? En de scouting zorgt voor de toiletten. Toppie. Heeft u het wel naar uw zin dan? Jazeker. Nee! Maar voor wie ben jij? Want dat vind ik wel leuk. Ik ben voor Cyrus. Oh, leuk. Cyrus. Weet je, hier staan ook vrienden van. Oh, die loopt nou weg. Leuk man. Doe je leuk. Ja, dankjewel. Ja. Nou, nog veel plezier. Ja, jij ook hè. Geniet ervan. Ja, top. En waarom bent u naar Euroshopper gekomen? Wij zijn hier met een drumband. Wij zijn hier eigenlijk voor Apeshit. De reunie van Apeshit weer, hè? Dus we gaan er lekker tegenaan. En vindt u het dan ook heel leuk hier?
Ja, tuurlijk. Moet eens kijken. Alleen maar bekenden om me heen. Leuk feestje. Leuke achtergrond. Goede muziek. Leuke mensen. En wat wil je nog meer? En bent u al op vorig jaar ook al geweest? Of bent u voor het eerst hier? Ik ben wel vaker geweest. Alleen het is wel een jaar of 6 geleden denk ik dat ik hier geweest ben. Maar is het nog steeds hetzelfde? Of, Het wordt alleen maar beter. Nou, dat is dan fijn om te horen. Nog veel plezier vandaag. Dank u wel. Hè? Dank u wel. Succes jullie ook. Hè? Ik zie dat hier platen zijn en de rest is allemaal muziek. Waarom zijn hier platen? Oh, nou, een platendraaier is een vinylbus. Alleen maar platen. En, maar waarom, waarom zijn hier dan platen? Omdat het een vinylbus is. Ja. En wat, waarom vindt u het zo leuk om dit te doen? Platen draaien is veel leuker dan met cd's draaien, want hier moet je werken. En echt werken om dingen goed aan elkaar te mixen. En dat is leuker dan met een mp3'tje draaien. Nou, succes dan nog! Dankjewel. Dankjewel. En jullie zijn DJ? Ja, we hebben plaatjes mogen draaien vanmiddag. En waarom doet u dat zo graag? Sorry? Waarom doet u dat zo graag? Ja, goede muziek draaien. Willem heeft zijn muziek, ik heb mijn muziek. We kunnen elkaar af en zijn mensen dansen, mooi weer, mooie muziek. En wat voor muziek draait u? Eigenlijk gewoon wat het publiek graag wil horen. Dat klinkt heel, heel afgezaagd, maar uiteindelijk samen met het publiek maken die goede sfeer. En samen kunnen wij dat heel goed invullen. Maar is het tot nu toe wel geslaagd geweest dan? Zeker, we hebben hier 2 uur mogen draaien, maar het weer is goed. Goede muziek, dus ja, we hebben wel wat gedronken. En dat is fijn. Leuke mensen. Zeker. Echt geweldig. Nou, dan dat is fijn om te horen. Ja, vinden wij ook. Gaan we nog een fijn avondje van maken. Ja, veel plezier dan nog. Dank jullie ook, hè. Ik herken je wel, maar wat doet de wethouder hier? Nou ja, ik was eigenlijk een beetje incognito, maar jij herkende mij. Dus dan moet ik toch bekendmaken. Maar ja, als wethouder kunst en cultuur moet je je toch laten zien op de evenementen van zomeren. Maar heeft u het wel naar uw zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik kom hier al jaren, dus dat kunnen we niet overslaan. Elk jaar... Hier aanwezig, grote vriendengroep, veel lol, veel goede muziek, prachtig. Komt u dan ook voor alle bands? Ja, ik kom voor bijna alle bands, ja. Ik denk dat ik 3/4 van de bands wel wil zien, ja. Nou, dat is dan leuk, toch? Ja, zeker leuk, ja. Nog veel plezier dan. Ja, dankjewel. Mevrouw, welk bier vindt u het hier het lekkerst? Sorry, wat zeg je? Welk bier vindt u hier het lekkerst? Een lekker blondje. Blondje. Wat zijn? Honnevoort. En waarom? Ja, omdat hun dat zeggen. Hebben jullie dezelfde mening? Ja, absoluut. Maar niet omdat wij het zeggen, maar omdat wij het zelf maken in Bakel. En ik vind het heel leuk dat mensen het ons bier lekker vinden. Dus vandaar dat wij erg blij zijn met de mogelijkheid om hier ons bier te laten proeven. Kei fijn. Ja, nou, dat is fijn dat mensen dat lekker vinden dan. Ja, toch? Dat moet, ja. Dat, moet, dat hoort erbij, hè? Nou, veel succes dan nog. Dankjewel, jullie ook. Shopper? Nou, het is hartstikke leuk joh. Ik kom hier al 20 jaar en het is ieder jaar gezellig. Allerlei oude mensen, familie, vrienden, kom je alles tegen joh. Mooi festival, top. En komt u voor alle bands of maar voor eentje? Ik kom voor alle bands. Ik heb geen prioriteit op Brent. Ik ben ook al 20 jaar en normaal sta ik altijd achter de bar. En nu sta ik aan de andere kant van de bar. Ook leuk. Niks mis mee. Nou, veel plezier dan nog. Ja, dankjewel, dankjewel. Onze schoonzoon komt erbij. Die komt hier ook op de familie op de app. En er komt ook op Sirius. Is het hier voor de dames ook leuk? Het is fucking leuk. En komt u hier al langer of is dit uw eerste jaar? Het is niet mijn eerste jaar. Ik denk de derde of de vierde keer. Maar is het nog steeds net zo leuk? Elk jaar is leuk. Lekker de gemoedelijkheid, lekker pilsjes drinken.
Voor u ook? Ja, Euroshopper is gewoon heel gezellig. Nooit geen gevechten, gewoon alleen maar goede muziek. Het is wel leuk. En wel leuk misschien, vanmiddag om 1 uur heeft Baksteen gespeeld. Baksteen! Wij zijn allebei vriendinnetjes van de bandleden, dus we vinden het helemaal gezellig. 16 december in de Komeet. Hey! Nou, nog veel plezier. Dankjewel, dankjewel. En jullie zijn bandleden? Ja, dat klopt. Welke band zijn jullie? Siska de Rat. En hebben jullie al mogen spelen? Nee, wij spelen om 9:30 straks. Hoeveel liedjes mogen jullie dan gaan doen? We gaan een half uur lang spelen. 8 uur. Acht liedjes. En hoe lang spelen jullie al? Oeh, dat weet jij beter, denk ik. Heel lang, meer dan 10 jaar. En hebben jullie ook al 10 jaar hier gespeeld of hoeveelste jaar is dit hier? Dit is onze eerste keer. Vinden jullie het een beetje spannend of valt dat gewoon mee? Nou, ik heb er vooral veel zin in. Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe jullie klinken dan. Kom vooral luisteren. Ja, veel plezier. Dankjewel, jullie ook dan. En jullie zijn ook bandleden? Zeker, ja. En hoe heet jullie band? Harvest Road. Waarom hebben jullie voor die naam gekozen? Ja, heel lang verhaal. We zaten in een polder te oefenen met een hele lange weg. En dat was een soort agrarische weg. Dus het was een beetje een oogstweg. Dus een harvest road. Dat is het eigenlijk. En hebben jullie al mogen spelen of moeten jullie nog spelen? We hebben al gespeeld. Om 5 uur moesten we hier spelen. En hoeveel liedjes mochten jullie spelen? 20 minuten. Wij hebben er 5 gedaan. In 20 minuten. En denken jullie dat de mensen het leuk vonden? Ja, zeker. Ja, volgens mij was het een succes. Ja, nee, was goed. Nou, nog veel plezier dan vandaag. En misschien spelen jullie nog wel een andere keer hier. Ja, leuk. Dankjewel. Wordt het spannend om hier op te treden? Ja, heel spannend. En u doet de gitaar? Nee, dat is een bas. Dat is een basgitaar. Dat is de bas. En hoe lang mogen jullie nu gaan spelen? Hein, hoe lang mogen wij gaan spelen? Ik denk 40 minuten of een half uurtje. Nou, dan wens ik u veel succes. Ja, maar dat gaat helemaal goed komen. Wij weten wat we doen. Nou, veel plezier. Controle? Ja, dat gaat prima. Het ziet er wel heel ingewikkeld uit, al die knopjes, maar gaat u dan goed af? Dat mag ik aan het publiek vragen, of ze het goed vinden. Nou, volgens mij klinkt het wel goed, dus ik denk het wel. Doe mijn best. En moet u hier dan de hele dag zitten voor alle knopjes? Ik heb vandaag echt alle bandjes gemixt, inderdaad. En moet u dan ook nog de hele avond hier? Tot het eind toe. Maar vindt u het wel leuk? Keileuk. Ik doe het al jaren op een rij en het is een van de mooiste festivals om te doen. Nou, het klinkt wel heel goed, dus veel succes nog. Dat kan wel werken weer. Ja. Heeft u het ook naar uw zin? Heeft u het ook naar uw zin? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is wel anders dan op het Varendonk, hè? Het is zeker wel anders dan het Varendonk, lees je. Ja, dat mag wel, maar wel leuk? Ja, zeer leuk. Echt lekker weer gehad. Ja, leuke bands. Het is kei gezellig. Iedereen kent elkaar hier en fijn. En nog veel plezier dan. Dat gaat zeker lukken. En loopt de merchandising goed? Ja, super. Ja, het loopt hartstikke goed. Komen er veel mensen hier langs om dingen te kopen? Ja, heel veel, vooral de Gabbelton. En moeten we dan ook de hele dag hier staan? Nou, we wisselen elkaar af. Met een hele groep wisselen we elkaar af. We staan er net in. We zijn een verse groep. Maar vindt u het wel leuk? Ja, het is hartstikke leuk. Het is hartstikke gezellig. Mensen komen allemaal een praatje maken. En in de tussentijd verkopen wij ze weer dingen.
Nou, veel succes dan nog. Dankjewel. Dankjewel. En u moet de hele dag bandjes plakken voor mensen? Ja, wij doen dit in groepen. En ik doe vanavond de avondshift, zeg maar. Wat staat er dan allemaal op die bandjes? Of dat ze bezoeker zijn, of in welke stukken dat ze allemaal mogen komen. En welke zijn er meer bandjes van? De bezoekers of andere bandjes nog? Heel eerlijk, dat weet ik niet, want de grootste groep is binnengekomen voordat ik hier was. Wij doen eigenlijk de shift die dadelijk naar buiten gaat. Wij doen dan weer allemaal de glaasjes tegenhouden en de muntjes inpakken. Maar komen er nu nog veel mensen aan of hoef je nou niet meer zoveel te doen? Nou komen er niet zo heel veel mensen meer binnen. Dus een beetje opletten wie er naar buiten loopt, dat ze geen flesjes meenemen. En in de gaten houden of er nog nieuwe binnenkomen. Nou, nog veel succes dan. Dankjewel, jullie ook. En u moet hier de hele dag bier geven en drinken geven aan mensen. De hele dag. Vanaf 12 uur zijn wij hier bier uit aan het delen. En wisselt u dat af of staat u hier de hele dag met dezelfde groep? Wij staan hier voor de scouting en Lierop. Wij mogen dan eten verkopen en dan moeten wij hier de drank uitdelen. En vindt u dat wel leuk? Hartstikke leuk. Het is allemaal voor niks weggeven, dus dat vinden wij kei leuk. Nou, nog veel succes dan daarmee. Dankjewel. Hoeveel dopjes hebben jullie er al afgehaald? Meer dan ik weet. Ik kan het niet vertellen. Maar doet het onderhand geen pijn aan jullie handen dan van al het eraf halen? Wij zijn sowieso goed getraind. Maar moeten jullie dan ook de hele dag dit doen of alleen nu? Ik ben eigenlijk al 2 uur klaar. Oh. Het is eigenlijk te druk, dus we moeten door. Nou, nog veel succes dan. Dankjewel.